Yo kijkers van 2Gaming NL, mijn naam is Koen en welkom bij deze gouden ouwe van 2Gaming NL. Namelijk Skywars. Dit is de gouden ouwe van 2Gaming NL. Ja, dit is de gouden ouwe van 2Gaming NL. Dit is een serie die Kieran heel veel op 2Gaming NL heeft geüpload. En tegenwoordig doet hij het niet meer. Wat ik kan begrijpen, heeft te maken met de nieuwe 1.9 PvP. Iedereen begrijpt wel waar ik het over heb. Dus we gaan gewoon beginnen met Skywars. Ik ga het gewoon voor Kieran overnemen. Oké dan. Dit is overpowered. Heerlijk dit. Nou ja, ik kan tenminste een beetje meer schuilen met alle bouwblokken die ik heb. Kijk alle bouwblokken! Holy shit, dit is echt veel. Nou, ik heb hier geen vertrouwen in, jongens. Zeker omdat er nu een heleboel mensen zitten die met punchbogen ik kan niet goed praten nu. Oh, wat is er gaande, man? Wat is er gaande? Echt, man, ik krijg zoveel goede loot hierin. Boom! Full diamond armor. Ik ben er klaar voor. Eigenlijk gewoon... Nee! Waarom? Waarom? Oh, wat heb ik gedaan? Waarom spring ik gewoon naar beneden? Oh mijn god, man. Ja, dat gaan we nog een keer doen, man. Ik laat het mee hier niet... Ik ga je gewoon niet zonder slag of stoot weg. Nou ja, ik ben wel met slag of stoot. Het zal wel. Het zal wel. Ik ben net gewoon letterlijk naar beneden gevallen. Oké, we hebben normale chests en we hebben daytime. Oké. Hier ligt al sowieso niks zo te zien. Dat is hartstikke mooi om te weten. Oké. Oh mijn god, man. Waarom moet ik moeite doen om even één kist open te krijgen? What the fuck? Nou ja, het ziet er tot nu toe niet echt heel erg goed uit. Oh, hier hebben we een kistje. Dat is hartstikke mooi. Die hebben we even leeggehaald. Wilson? Blijkbaar is dit Wilson. Oké, leuk om te weten. What the fuck? Wie is Wilson nou weer? Ik heb geen idee wat de hel er nou weer gaande is. Is dat iets nieuws aan de map of zo? Maar ik heb dat tot nu toe nog nooit gezien. En ik speel best wel veel Skywars. Nou, ik speel tegenwoordig wel minder Skywars. Heeft ook allemaal met de 1.9 PvP te maken. Is deze geloot? Ja, die is geloot. Zit hier nog iemand? Nee! Waarom zou hier iemand zitten? Nou, hier zit ook nog gewoon Wilson. Wat is dat met Wilson? Oh, shit. Nee! Waarom? Man, ik denk dat red ik nog, man. Man. Waarom zeg ik zo vaak, man? Waarom zeg ik dat zo vaak? Oh, iemand heeft hier zo te zien een Magikarp. Een Magikarp hoofd? Dat lijkt mij zo erg, hè. Om gewoon even een Magikarp hoofd te krijgen. Zo, ik heb heel eventjes wat experience gepakt. Ben nu level 12 in het hele spel. Fuck jullie allemaal maar. Zo te zien is er nog niet gevote. Maar het zal vast wel behind the scenes gebeurd zijn of zo. Nee, we hebben normale chests en we hebben daytime. Dat vind ik mooi. Dat vind ik hartstikke mooi. In ieder geval, we hebben hier een kist vol met loot. Het is redelijk. Het is niet het beste, maar het is nog te doen, weet je wel. Dit is echt een goed gevulde kist, jongen. Dit heb ik echt nog nooit gezien. Nou ja, het is niet de wereld, maar ja, het is wel redelijk. Is dit goed? Is dit slecht? Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Ik weet oprecht niet wat ik hiervan moet denken, jongens. We gaan gewoon naar het volgende. Wat? Ik liet de shift los. Waarom? Wat de hel is er gaande? Waarom laat ik ze allemaal los? Man. Waar de hel ben ik helemaal mee bezig, jongen? Het zit me gewoon niet mee vandaag. We gaan gewoon verder. Iemand heeft voor basic chests gevote. Dat is geen goed teken, jongens. Dat is sowieso niet goed. Man. Ja, wedden dat er zometeen een heleboel iron golems in de map zitten. Die zijn er sowieso, jongens. Gegarandeerd. Ja, ik heb dit sowieso keihard verloren. Wat? Ik drop gewoon een beetroot, volgens mij was dat. Oké, we gaan gewoon verder hiermee. Een gouden helm. Goed idee. Ik heb redelijk wat bouwblokken. Het zijn er niet heel veel, maar het zijn er wel wat. Xenolium is dood. Wat?
Hoezo? Ik ga je niet eens meer op reageren. Ik ga je niet eens meer op reageren. Ik ga gewoon naar het volgende potje. En ik ga gewoon nog eens proberen. Dat moet gewoon. Wij hebben de wereld op zijn kop gezet, zo te zien. Het is niet echt mijn meest favoriete map die er is. Op het moment, helaas. Dat moet ik wel even kwijt. Het is niet echt mijn favoriet. Maar het is, hij is op zich niet heel slecht. Dat moet ik wel even toegeven. Hij is niet de slechtste. Maar dat is ook niet de beste. Dat moest ik gewoon wel even kwijt. Dit is mijn mening over Skywars, jongens. Wat doet dit hier? Waarom ligt hier een ladder? Zoals, dit is de loot die we krijgen. Het ziet er niet altijd goed uit voor ons. Maar het is niet anders. We hebben tenminste een schild. We hebben een wapen. We hebben gouden appels. We hebben eieren. We hebben nog een wapen. Kortom, we hebben eigenlijk best wel wat goede loot hier uit kunnen krijgen. En is er iemand met een vishengel die mij eraf wil knallen? We gaan jou wel eventjes eraf proberen te knallen met sneeuwballen. Dat lukt niet heel erg lekker. We hebben blokken. We hebben heel veel blokken. Wil deze guy... Deze guy staat stil volgens mij, of niet? Ja, wat gaan we eens doen? Wat gaan wij eens doen? We gaan deze kant op bouwen. Oh ja, we hebben natuurlijk dat schildje. Iemand heeft zichzelf vermoord. Lol. Hoe dan? Waarom zou je dat willen doen? Je komt toch in Skywars om te winnen, of niet soms? Waarom ga je dan jezelf doodmaken? Word ik tegengehouden door een boog of zo? Volgens mij wel. Ik heb geen idee, jongens. Ik heb geen idee wat er nu allemaal gaande is. Ik ga gewoon naar dit eilandje. Oeh. Hier ligt nog een pickaxe. Die moest ik nog even hebben. En wat eten. Lekker. Ik neem al het eten mee op elk eilandje. Waarom ook eigenlijk niet? Nee! Nee! Ik had er zo naast. Ik stap zo even verkeerd. Waarom? Waarom moet het mij overkomen, jongens? En ik heb in één keer een ernstige kriebel in mijn oor. Ernstige kriebel in mijn oor, jongen. Like, waarom ga ik nog spelen? Ik heb alleen maar... What? We zien... Sinds wanneer is dat legendary? Oké. Okay. We gaan gewoon eens even de 1.8 PvP proberen. Niet alsof het verwaaid maakt, want ik heb tot nu toe nog geen PvP gedaan. We gaan eens even kijken wat er komt. We krijgen die end. Oké. Okay. We hebben tenminste een heel erg mooi beacon. En we hebben een paar leggings. Dat is op zich niet slecht. Oeh, dit is een mooie kist. Dit is een hele mooie kist. Dit is, ik zou wel zeggen, een van de beste kisten die ik ooit heb gezien. Nee, dat is niet waar. De beste kisten die er zijn, komen natuurlijk bij Overpowered. Maar ja, oh god, daar ging ik bijna. Daar ging ik weer bijna. Ja, nu moet ik dus risico lopen. Er staat hier namelijk boven nog een kist. Kijk eens even. Kijk eens even. Zag ik daar nou een diamond chestplate? Oh ja, dat is jammer. Die zag ik er helaas niet tussen zitten. Oké. Okay. We hebben in ieder geval wat vis. We hebben een gouden appel. We hebben wat lava. We hebben wat bottle of enchanting. Ik zou wel zeggen, het gaat lekker. Het gaat op zich niet heel slecht. Het gaat best lekker. We hebben bijna full die! Diamond. Oh my god. Ik wou zeggen, we hebben bijna full diamond. Maar dan springen we zo naar beneden. Hè? Springen we zo naar beneden. Waarom ga ik nog meespelen? Het zit me gewoon totaal niet mee vandaag. Ik heb gewoon te lang geen Skywars meer gespeeld. Niet als het voor mij veel uitmaakt, want ik word er toch niet goed in. We gaan nog even één laatste potje doen om het maar even af te leren. De Taiga map krijgen wij. Iemand vote voor normale kisten en voor Sunset. Nou, daar ben ik niet zo blij mee. Er zijn 2 votes op normal. Dat is hartstikke mooi. Oh god, ik zet per ongeluk een caps lock aan. Dat is niet de bedoeling. Die wil ik niet aan. Nou ja, het zal wel. Niks aan te doen. Niet dat het veel uitmaakt, want ik gebruik hem toch niet. We gaan gewoon nu eventjes mijn gear aantrekken. Is hier niet nog een extra kist of zo? Ik heb geen tweede chest. Dit meen je toch niet? Waar is mijn tweede chest? Waar is die dan? Die ligt toch ook niet hier beneden? Ik ben nog serieus niet zo blind. Om, like for fuck's sakes, man. Waar is die kist? Even kijken of wat hieronder. Gaan even hier naar beneden. Nee! Dit meen je niet, hè? Oké. Is goed. Is goed. Ik hou het wel gewoon op. Ik hou er gewoon mee op. Het wil gewoon even niet lukken vandaag, helaas. Het wil gewoon even niet. Volgende keer beter, weet je wel. In ieder geval, jongens. Dit was dan voor deze aflevering van Minecraft Skywars. De gouden ouwe van 2GamingNL. Ik dacht van, ik ga het gewoon weer even terugbrengen. Want het is gewoon te lang geleden dat ik dit gespeeld heb. Überhaupt. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Zo ja, doe die duimpjes dan zeker even omhoog. En dan gaan we zeker nog wat meer Minecraft Skywars doen. Doei doei!